Kijk, zo stel ik dus mijn camera scherp. Dit is mijn proefkonijn. Zo. Hey YouTubers! Alweer een filmpje op mijn tweede kanaal. Ja, nu gaat het rap jongens, ik ben er weer helemaal in. Zoals jullie weten is er een Dutch YouTube gathering geweest. Een soort van, in ieder geval bij de VARA. En ik heb hier wat beelden gemaakt en ik dacht, hey, die ga ik jullie eens even laten zien. Er is wel één probleempje, ik had heel weinig geheugen. Omdat deze camera vreet best wel veel, zo van... En daarom heb ik niet echt veel beelden voor jullie kunnen schieten. Ik heb een heel klein stukje bij elkaar geplakt, het duurt denk ik 1 minuut of zo. En dan kunnen jullie gaan kijken. David, waar gaan we heen? Daarin. We gaan naar Hilversum gaan varen. Ah! En wie zit er achter in de auto? AG. Ik ben Galagazaga. En ik ben op tv nu. Ik zweer het. Ik wil niet laten praten over die Mitsubishi, man. Ik zweer het. Ik heb die Mitsubishi gekocht laatst. Roy van de toet. Echt, hij was eigenlijk toet, maar hij zei hij was toet. Ik zweer het. Hij zegt tegen mij, geef me die auto, 900 euro. Dus ik zeg, hey man, je hebt die auto zwart. Maar het was wel echt super vet. En zoals jullie op het laatst hebben gezien, ik heb een prijs gewonnen. Ik ben derde geworden van de YouTube-verkiezing. Dus hartstikke bedankt voor het stemmen allemaal. Deze beker heeft een hele mooie plaats hier op mijn broek. Ja, beker, glasplaat, wat het ook is. Ik vind hem wel vet, toch? En ja, dit moet je ook nog gewoon even zien. Moet je maar eens kijken. Ja, dat was droog, maar Mert en ik verveelden ons in de trein en toen... Ja, nu denk je, waarom heb je in de trein wel kunnen filmen en niet bij de gathering? Nou, toen ik bij David was, heb ik een beetje dingen van mijn SD-kaart afgehaald, omdat het heel erg vol stond en daarom hadden we nog wat geheugen vrij. Nou, bedankt voor het kijken en er komen snel wat meer vlogs en wat langere vlogs natuurlijk, maar dat komt helemaal goed. Ik ga ook een andere lens kopen voor deze camera, zodat ik er zo mee kan lopen, want dat kan nog niet, omdat die anders niet scherp is gesteld. Dus, dat komt ook goed. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Later!